Goed, ik ga eens even een knoop leggen, zoals dat echt moet. Ik heb hier een gewone das. Ik heb hier de brede zijde, die heb ik aan mijn linkerkant, de dunne zijde rechts. En de punt van de das, die hou ik ongeveer ter hoogte van mijn navel. Iets te boven, dan komt het meestal wel heel erg goed uit. Ik knijp hem hier een klein beetje fijn, hè, zodat ik hier die knoop kan leggen. Vervolgens pak ik de dunne zijde, die ga ik over de das heen gooien. En die haal ik onderdoor langs. Naar de voorzijde, die gaat naar links toe. Vervolgens ga ik achterlangs, hè, zodat ik hier terecht kom. Ik ga over de das heen. Ik zorg ervoor dat ik hier achterlangs aan de voorzijde, hier weer aan de linkerzijde uitkom. Dan komt het gedeelte die een beetje strak, maar toch los moet houden. Dus hier horizontaal over de das heen. Achterlangs. Vervolgens steek je hem hier onderdoor. Ja. Dan heb je hier de dunne zijde nog steeds. Die gaat achterlangs. Die haal je aan de voorzijde weer op. Zo. En daarnet heb je hem er onderdoor gehaald. Bij die lus. Dan steek je hem nu weer tussendoor. Door je hier. Heel mooi een Trinity knoop krijgt. Hier, de Trinity knoop. Dit gedeelte verstoppen we onder de kraag. Trekken hem gewoon een beetje aan. Iets netter. Kraag omlaag. En daar heb je hem voor, hè? De Trinity knoop.